en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik eindelijk een battle doen voor een product wat echt super vaak is aangevraagd. En dat is een dupe vinden voor de Original Beauty Blender. Misschien heb je de hele tijd teruggezien dat ik een first impression heb opgenomen van dit sponsje. Dit is de echte Beauty Blender, dus heel erg bekend in beautyland. En met dit sponsje kan je foundation of je concealer, zelfs je gezichtspoeder en je contour aanbrengen. Dus multifunctioneel. Heel erg leuk, want hij is roze. Ondertussen zijn er allemaal andere kleurtjes ook van. De vorm van de Beauty Blender is ook heel erg handig, vind ik zelf. Hij heeft een grotere onderkant waarmee je op grotere gedeelten van je gezicht kan komen. En met het puntje bovenop kan je bijvoorbeeld onder je oog of in andere hoekjes komen. Maar hij kost €20 en dat vinden veel mensen gewoon heel erg duur. En daarom zijn er ontzettend veel andere beautymerken uitgekomen met make-up sponsjes. En laatst kwam Mascha van Beautygloss met een video waarin ze alle make-up sponsjes van de Primark ging testen. En daaruit kwam de oranje uit dit setje als de allerbeste dupe. Ik was laatst bij de opening van de Primark in Amsterdam. En toen dacht ik, hé, ik neem dit setje gewoon mee, want ik ben wel heel erg benieuwd of dit een dupe is. Het eerste wat je waarschijnlijk opvalt is dat hier ook een roze in zit. En die roze die lijkt qua uiterlijk heel erg op die ik net liet zien. Maar het schijnt dus dat de oranje qua textuur en gewoon in zijn totaalplaatje veel meer op de echte Original Beauty Blender van €20 lijkt. Dus dat is wat we gaan testen vandaag. Dit setje bij elkaar kost €3,50. Dus als je dat deelt door 4 is het niet eens €1 per sponsje. En ik ben heel erg benieuwd, dus laten we hem uit zijn verpakking halen. En kijken of ze het hetzelfde voelen. Oké, hij is best wel heel erg stijf. Maar volgens mij is dit wel echt hoe de Original Beauty Blender ook voelt als je hem echt net nieuw uit zijn verpakking haalt. Maar qua formaat zie je wel echt een duidelijk verschil. Want nu zijn ze allebei droog, maar we gaan ze straks nat maken onder de kraan. En dan gaan we ze natuurlijk ook weer vergelijken. Deze spons ga ik gewoon echt gelijk door de hele test halen, wat ik eigenlijk elke dag ook met deze doe. Ik maak hem eerst nat, dan breng ik concealer aan, dan breng ik foundation aan, dan breng ik poeder aan. En daarna ga ik de sponsjes ook schoonmaken en dan gaan we ze ook op dat gebied weer vergelijken. Dus we gaan erachter komen, is de €1 versie van de Primark net zo goed als de originele of niet? Laten we ze gaan wassen. Allebei de sponsjes zijn groter geworden in formaat en ze voelen ook heel erg anders dan wanneer ze droog zijn. Volgens mij is de reden dat je ze nat maakt eigenlijk zodat ze minder product opzuigen, want het zijn tenslotte sponsjes. Maar ze zijn ook wat fijner van textuur, dus wat fijner om gewoon producten mee aan te brengen. En hier zie je dus dat het sponsje wel degelijk groter is geworden. Nog steeds is hij wel veel kleiner dan de echte Original Beauty Blender, maar qua textuur vind ik hem haast fijner voelen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe hij in gebruik gaat zijn. Hoe we dat gaan testen is dat ik voor deze kant van mijn gezicht deze spons gebruik. En voor deze kant van mijn gezicht deze spons gebruik. Laten we beginnen met concealer. Laten we eerst beginnen met de spons waarmee ik het elke dag doe. Ja, met het puntje kom je gewoon heel erg handig in de hoekjes en gewoon op alle plekjes waar je moet komen. Beetje boven mijn oog. Ah, gelukkig had ik niet zoveel te concealen deze keer. En dan nu de €1 spons. Ik ben hier zo benieuwd naar. Oké, eerst onder mijn oog. Hij voelt veel steviger in gebruik. Alsof hij meer vulling heeft aan de binnenkant of zo. Maar ik moet zeggen dat ik hem heel erg prettig vind werken. En het voelt nu echt alsof ik heel erg vreemd ga op mijn Original Beauty Blender die ik echt al een 1,5 jaar nu gebruik. Oh my god, guys. Deze spons is echt goed hoor. Oké, dit zeg ik nu, maar hij moet natuurlijk ook nog foundation en poeder aanbrengen. Maar concealer. De vorm is geslaagd. Hij voelt wel wat zwaarder en wat gevulder in de hand, zoals ik zei. Maar even serieus, het lijkt alsof de concealer hier wat meer dekking heeft dan hier. Door naar de volgende ronde en dat is foundation. Oké, we beginnen gewoon weer eerst met de Original Beauty Blender kant. De buurman loopt voorbij, dat is heel awkward, want er staan hier allemaal felle lichten aan. Dus die tuurt nu lekker mijn kamer binnen. Loop maar snel door hoor. Waarom loop je langs mijn voordeur? Hier hoef je dus niet per se langs te lopen. Oké. Gewoon mooi, prima, zo doe ik het elke dag. En dan nu de €1 spons. Ik vind dit zo'n leuke video om op te nemen. Ik vind het echt best wel interessant en spannend. En even serieus, hoeveel mensen hun bankrekening zouden sparen? Had natuurlijk Mascha dit al laten zien in een video, maar daar testen ze echt alle spons in uit. En daar kwam deze dus als de beste uit. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik testen of hij echt zo goed is als de Original Beauty Blender. Nou jongens. Oké, ik ben net eventjes heel erg dicht bij mijn lamp gaan staan. En echt zitten kijken van, oké, zit er verschil in? Er zit bijna geen verschil in. Maar bij de kant van deze spons ligt het toch net ietsje natuurlijker op de huid. Echt serieus, hadden jullie het aan zien komen? Oh my god jongens, dit is echt super grappig. Ik ga de foundation ook nog een beetje in de nek aanbrengen, want de kleur is niet helemaal perfect. En waar ik wel een beetje tegenaan loop, is dat deze spons gewoon wat kleiner is. Maar hij is ook 20 keer zo goedkoop. En hij brengt het product ook nog wat mooier aan. Dus dan moet het maar voor lief nemen dat het ietsje meer tijd in beslag neemt om alles te bedekken, toch? Oké, dat ga ik wel eventjes met deze spons doen, man. Gewoon. Ik weet niet hoe ik overkom in deze video, maar ik ben echt in shock. Hij is wel echt mega vies, maar we gaan hem straks natuurlijk ook nog wassen en kijken hoe dat gaat. Alleen we gaan eerst nog eventjes poeder ermee aanbrengen, want dat doe ik ook altijd met de Beauty Blender. Allereerst onder het oog. En daarna breng ik het eigenlijk gewoon aan over de rest van mijn gezicht. Nou ja, nu dus voor de helft. En dan moet ik natuurlijk ook niet boven mijn ogen in de lijntjes trekken. En nu is deze kant van mijn gezicht mat en met poeder gezet. En hopelijk blijft mijn make-up de hele dag op zijn plek zitten. Maar hoe zou het gaan met de €1 versie? Oké, onder het oog. Nee. Nee, hij brengt het heel vlekkerig aan. Ik denk dat deze spons hier gewoon net te klein voor is. Andere buurman. Ronde 1 concealer is gewonnen door de Primark €1 versie. Ronde 2 vloeibare foundation is ook gewonnen door de Primark €1 versie. Ronde 3 poeder aanbrengen is toch echt gewonnen door de Original Beauty Blender. En dan gaan we ze nu wassen en kijken wat er dan gebeurt. Ik heb inmiddels de rest van mijn make-up gedaan om te kijken van hoe dat nou dan precies pakt op de basis die ik met deze sponsjes heb gelegd. Er is gewoon echt een hele duidelijke winnaar uitgekomen. Zoals ik al gezegd heb, dit sponsje brengt vloeibare producten echt aan als een droom. Het is echt geweldig. Hij voelt heel erg lekker. Hij is alleen een beetje klein qua formaat, maar dat nemen we maar voor lief. Dit sponsje daarentegen brengt vloeibare producten oké aan. Gewoon wel dekkend en zo. Deze dekkender, maar deze doet het ook wel. Maar deze is duidelijk veel beter in poeder aanbrengen. Ik heb gemerkt dat aan beide kanten van mijn gezicht de producten er vrijwel hetzelfde op liggen. Maar dan tot in de detail zie ik dat hier de concealer en de foundation veel beter heeft gedekt. En aan deze kant ziet het er ook nog eens wat natuurlijker uit. Zeg maar de make-up ligt wat minder op de huid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sponge van €20. Ik heb anderhalf jaar van je genoten. En je bent goed in poeder aanbrengen. Maar al met al is deze echt beter en veel goedkoper. Dus jongens, ga alsjeblieft naar de Primark en koop alsjeblieft het oranje sponsje. Ik vind het heftig, want ik heb echt anderhalf jaar met liefde de Original Beauty Blender gebruikt. Maar ik denk dat ik nu echt die van de Primark ga gebruiken. Het enige waar ik natuurlijk niet over kan oordelen is hoe lang het oranje sponsje meegaat. De Original Beauty Blender doe ik echt een half jaar tot een heel jaar mee. Dus dat is gewoon best wel heel erg lang. En die van de Primark weet ik niet. Maar jongens, die van de Primark is veel goedkoper. Hij is super fijn in gebruik. Hij is ietsje kleiner, maar who cares? Ik ben heel erg blij dat ik deze video heb opgenomen, want ik ben echt tot een shockende ontdekking gekomen. Ik hoop dat jullie er ook wat aan gehad hebben. Laat vooral bij de reacties achter wat jullie van me nog in december of in 2017 willen zien. Want oh my god, oud en nieuw komt alweer zo dichtbij. Natuurlijk wil ik je nog heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je snel in een volgende video. Doei doei!